rij regenweg op af met een rommetje. Ik zeg, zo jongens, fijne avond. Hoe gaat het? Gaat het goed met wie wint er? Die valt spelen hoor. Ja, ja. En ik zeg, jongens, kijk, zie je die ramen daar? Ik heb het een overlast gehad. Een hangjongere die voor de deur kaarten bijvoorbeeld. En je slaapkamer is aan de straatkant. En dan hoor je de jongens dan schreeuwen als ze punt hebben gemaakt. En daar ben ik op afgegaan. En ik zeg, jongens, hier zijn allemaal slaapkamers. En kinderen moeten naar school. En ik moet ook werken. Ik vind het best als jullie zitten. Maar even minder, iets minder herrie. En ik heb ze nooit meer gezien. Maar bent u bijzonder dapper of vond u het eigenlijk moeilijk om dat te doen? Nee, kijk, ik deins voor niets terug eigenlijk. Ik woon al 30 jaar in Laak-Noord. En ik heb jongeren zien groeien. Ik was 14 jaar vrijwilliger op de Dobbelsteen, sowieso, op school. En ik heb de kinderen zien groeien. Dus als ik hangjongens zie op de brug waar ik langs moet, en ik zie van, dan kijk ik het van ver uit. En dan loop ik langs. Ik zeg, jongens, alles chill. En dan groeten ze terug en dan heb je het gehad. Heeft de avond een beetje voldaan aan uw verwachting? We proberen altijd wat eruit te krijgen van de gemeente. En of het als wat uit de bus komt, dat weten we niet. Dan moeten we kijken naar de verkiezing. Dank u wel. Nou, graag. Tot uw dienst. Dank je wel. De hele avond horen we al het woord e-shop en dan moet je zeggen, ik weet echt niet wat het is. Maar deze dame die had er iets over. Dame, wie bent u? Ik ben Janneke Boksman en ik werk bij Mooi in de e-shop in Laak. En kunt u de kijkers vertellen, wat is de e-shop? De e-shop is een informatiepunt voor wonen, zorg en welzijn en dat klinkt natuurlijk wel heel mooi. Maar dat betekent eigenlijk dat bewoners dicht bij huis naar de e-shop kunnen komen om hun vragen te stellen. En dat gaat van een WW-aanvraag, een brief die moeilijk te begrijpen is. Want de gemeente die schrijft wel hun brieven, maar niet iedereen vindt dat ook heel begrijpelijk om te lezen. We helpen bij het schrijven van een cv, we helpen bij het schrijven van een sollicitatiebrief. Mensen kunnen informatie komen vragen over bijvoorbeeld de activiteiten in de wijk. Is het een soort, gemeenteloket waar je dus eigenlijk allerlei gemeentelijke zaken kunt vragen en of hulp kunt krijgen? De gemeente die voert natuurlijk de WMO uit met Den Haag op maat. We werken ook heel nauw mee samen, maar wij geven nog meer informatie. Dus ook over wonen, ook over de zorg, ook over de activiteiten in de buurt en in de wijk. En hier in Laak zitten we op het Jongbloedplein in het Vadercentrum, in het wijkcentrum De Wissel. En we zitten in het wijkcentrum van het Kromvlietplein. Dankjewel. Alsjeblieft. Wat vond u van vanavond? Oh, ik vond het een hele inspirerende avond. Ik heb een heleboel dingen gehoord. Ik heb zelfs nog een paar mensen wat adviezen kunnen geven. En ik heb ook kunnen vertellen over de thuiszorg. Wat vreselijk schrijnend soms is. Ik vond moet ik zeggen dat de avond een beetje te rooskleurig werd ingekleurd. Te veel het beeld van het is de verantwoordelijkheid van de burgers, die moeten maar wat doen. Dus de andere kant van hoe de overheid en de gemeente in goed samenspel met de burgers de dingen wel voor elkaar kan krijgen, dat heb ik toch iets gemist. Ik vind gewoon, iedereen moet eens een beetje positiever zijn. We hebben hier een fantastische wijk, we hebben 130 vrijwilligers, wat willen we nou nog meer? Een taxibus, een wijkbus voor ouderen. Die hartstikke goed loopt, wat willen we nog meer? Dus het gaat eigenlijk nog goed met de vrijwilligers? Ik vind het geweldig gaan. Ik bedoel, ook de samenwerking hier tussen alle partners in Laak is heel bijzonder. Ook met de gemeente. Dus eigenlijk gaat er een hele hoop goed. En is het niet slecht om naar die andere dingen te kijken, maar dat goede wordt vaak vergeten. Alleen als er dingen niet goed gaan, dan moet je wel de goede partner opzoeken om dat op te lossen. Nou, we hebben oudere consulenten. Ik vind het heel raar dat hier vanavond horen dat ze niet zo goed benaderd worden. Maar mijn oudere werkster Sylvia Thijs, het is iedere dag druk in het Liepa, kom maar kijken. Kunt u me vertellen wat er dan zo slecht is aan de thuiszorg? De wonen, de mensen.
mensen zijn vaak gekort, zomaar ineens, op uren. Dat vertelde deze mevrouw ook er straks. Zomaar ineens krijgen ze minder uren. Thuisorganisaties zijn chaotisch. Mensen komen gewoon niet opdagen. Mensen gaan eerder weg. Ik ken verschillende heel bescheiden ouderen. Dan zegt de thuiszorgmedewerker zegt van, ik ga nu weg hoor. En dan blijven ze maar anderhalf uur en schrijven tot drie uur op. En zo'n ouderen durft niks te zeggen. Wat zou de wet maatschappelijke ondersteuning voor de thuiszorg kunnen doen, denkt u? Ik denk dat ze veel strenger voor thuiszorgorganisaties moeten zijn. Dat ze veel beter gekwalificeerd moeten zijn. De normen zijn zo streng geworden dat een heleboel mensen die bijvoorbeeld 10 jaar, 15 jaar op een dagverzorging zitten, nu ineens niet meer mogen. Terwijl die wel alle kennis in huis hebben, zegt u? Nou, niet de kennis in huis hebben die mensen die verdwijnen, dat zijn ouderen waar ik het over heb. Hè. Die mensen die zitten zometeen dus gewoon binnen, thuis in hun huis, want ze missen 2 dagen, 3 dagen dagverzorging in een week. En ze kunnen nergens anders naartoe. Dat is niet goed. Dus wat krijg je? Een grote eenzaamheidsproblematiek. We bennen op de wereld om elkaar te helpen, niet waar. Zijn er nog dingen die u van de gemeente zou willen, toezeggingen? Ik moet zeggen, met de gemeente heb ik een fantastische relatie. Als ik een heel goed plan heb, ondersteunen ze me. Ook financieel natuurlijk, want daar heb ik hun voor nodig. Maar ook mondelingen ondersteuning. Ik heb gisteren nog op stadsdeel gezeten over jongeren en kinderprobleem. Dus daar word je ook bij betrokken, wordt met je gesproken. Hoe gaan we dat oplossen? Wat zijn je plannen? En ze hebben echt goede oren daarna. Dit was de bespreking WMO draait door. De wet maatschappelijke ondersteuning in het Laakkwartier. Het Vadercentrum op het Jongbloedplein. Goedenavond. En slot.